De handgranaat ligt voor de deur van dit garagebedrijf. De eigenaar verplaatst het explosief naar een bouwterrein om de hoek. Hij meende dat het beste was om dat weg te leggen op een wat veiliger plek. Maar wel ook direct de politie te waarschuwen. En dat is natuurlijk een hele goede zaak geweest. Hij herkende dat niet als een granaat. Dat begreep ik. De granaat wordt onschadelijk gemaakt. En de garage moet 2 weken dicht van de burgemeester. Een dag na de vondst praat ze in de Neringstraat met ondernemers. Hoe reageren zij op wat er gisteren gebeurd is? Mensen zijn gewoon toch heel bezorgd. De ondernemer wil natuurlijk gewoon ook heel graag open. Het is het 4e geweldsincident in Delft in korte tijd. Op 8 mei schiet iemand een automatisch wapen leeg op een koffieshop en een zonnestudio in de Peperstraat. Op 17 mei ontploffen 2 handgranaten. En op 12 juni worden een café en een sieradenwinkel in de binnenstad beschoten. En gisteren dus die handgranaat. Heel eng. Ja, ik vind het heel eng. Dit soort incidenten, die grijpen in. En dat is ook de reden dat ik er heel scherp bovenop zit. Ook in Rotterdam, Zoetermeer en Amsterdam zijn horecazaken beschoten of kregen een handgranaat voor de deur. Delft werkt nu samen met die steden. Samen met Amsterdam hebben we het initiatief genomen om de veiligheidsadviseurs van die gemeentes bij elkaar te halen. En met elkaar het gesprek te hebben. Wat gebeurt er? Wat zijn goede ervaringen? Hoe kan je het zo goed mogelijk aanpakken om van elkaar te leren? Elkaar ook advies te geven. Er zitten 3 mensen vast voor de beschietingen in Delft. Er gaan geruchten dat het om afpersing gaat. Maar de burgemeester en de politie willen daar niets over zeggen.